We weten al sinds geruime tijd dat de betaalbaarheid van zorg meer in grotere mate onder druk komt te staan. Dit is een grote uitdaging voor ons gezondheidszorgsysteem, zowel voor de overheid enerzijds als voor de individuele patiënt. En het is daarom dat Itinera vandaag een rapport heeft uitgebracht dat specifiek heeft gekeken naar mogelijke scenario's van hoe dat we die uitdaging kunnen tegemoet gaan, specifiek gericht dan op het financieringsmodel zelf van wat kunnen we daar eventueel anders en beter doen. Het Belgische financieringssysteem momenteel baseert zich vooral op belastingsinkomsten, sociale bijdragen en ten derde ook out-of-pocket bijdragen van de patiënt zelf, inclusief remgeld. En vooral dat laatste weegt sterk door op de patiënt zelf. Wat wij nu zien van alternatieve scenario's is dat vooral aanvullende verzekeringen enerzijds en ook meer innovatieve spaarscenario's anderzijds in België nog grotendeels onderbenut zijn. Nu, daarvoor is het wel van belang dat ook de randvoorwaarden voor zulke nieuwe instrumenten dat die juist worden ingevuld. En bijvoorbeeld waar de klassieke aanvullende verzekering momenteel nog heel hard uitgaat van een differentiatie van prijs volgens het individuele risico van de patiënt, zien we dat in andere landen, meer toekomstgericht, ook daar bijkomende sociale beschermingsmaatregelen worden ingevuld. Itinera beveelt dus aan om het aantal bronnen ook in België verder te diversifiëren met bijkomende beschermingsmaatregelen, maar daarbij ook die aanvullende financiering ook hoofdzakelijk te richten op de patiënt van de toekomst. En dat is vooral de patiënt met een chronische problematiek. Daarnaast, de derde aanbeveling van Itinera is dat de markt van die verzekering eigenlijk volledig moet worden opengegooid. Enerzijds moeten de huidige mutualiteiten, de ziekenfondsen, ook bijvoorbeeld collectieve verzekering kunnen aanbieden, wat ze nu niet kunnen. En anderzijds moeten privéverzekeraars ook het publieke aandeel kunnen aanbieden, ook iets wat zij nu vandaag de dag niet kunnen. Tot slot willen we vanuit Itinera benadrukken dat er ook in dringende mate nood is aan heel effectieve responsabilisering van die aanbieders van de financiering, of dat nu enerzijds de ziekenfonds of de privéverzekeraars zijn. En vandaag de dag stellen we vast dat de zogenaamde responsabilisering enkel alleen heeft geleid tot ongeveer 500 miljoen euro aan bonussen, terwijl dat heel weinig met daadwerkelijke efficiëntie te maken had. En daarnaast zou die responsabilisering niet enkel een tweesnijdend zwaard moeten zijn, maar het zou ook op andere doelstellingen moeten gericht zijn, hoofdzakelijk ook op de kwaliteit van de zorg en de gezondheidswinst. Wat ons op korte termijn een beetje pijnlijk en moeilijk maakt, is vooral wat men noemt dat we in een soort van scissors of doom scenario zijn terechtgekomen. Scissors of doom en scissors, schaar. En wij zijn het gecombineerd voorkomen van enerzijds stijgende zorguitgaven, maar anderzijds steeds volgens afnemende beschikbare middelen die net voor die zorguitgaven zouden moeten compenseren. En niet die schaar is gedurende de afgelopen jaren in België vrij drastisch uit elkaar gegaan. We hebben naar een vijftal landen gekeken in Europa waar de burger een keuze heeft tussen zorgverzekeraar. En dat zijn België, Nederland, Zwitserland, Duitsland en Israël. En die keuze wordt geassocieerd met het model van gereguleerde concurrentie. We hebben daarom gekeken wat zijn nou de voorwaarden voor gereguleerde concurrentie om te leiden tot doelmatigheid en betaalbaarheid. En dat levert een lijstje op van 10 flinke voorwaarden. En vervolgens hebben we gekeken in welke mate zijn die nou in die landen vervuld. Bleek dat in wisselende mate het geval is en met name voorwaarden als consumenteninformatie, mededingingsbeleid, die waren nog niet vervuld. En als er één overkoepelende conclusie is, dan is wel dat het invoeren van het model van gereguleerde concurrentie is complex, zeer complex. Ik had vorige week gelezen in de staat, een exchange tussen het reguleringssysteem is extreem complex, omdat ze nog veel meer selectie hebben. En daar gaan ze dezelfde kant uit. En het is zo ingewikkeld, natuurlijk vanwege de politieke discussies die ze altijd opleveren. Niet alleen dat, ook juist vanwege deze technische, noodzakelijke voorwaarden die vervuld moeten worden. De cijfers tonen aan dat België niet buitenissig is geweest op het vlak van de kostenontwikkeling in vergelijking met andere landen. Er is misschien iets meer eigen bijdrage die onvoldoende verzekerd is, maar daarom bepleit ik dat er meer collectieve verzekering zal moeten georganiseerd worden.
De toekomstverkenningen tonen aan dat die kostenexplosie vooral het geval zal zijn bij de ouderenzorg. Dit is binnenkort meer en meer toegeschoven naar de gemeenschappen. De uitdaging om dat goed op te vangen, bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn er tal van bijkomende initiatieven gemaakt, is zo enorm dat ik denk dat er geen plaats is voor nog veel andere experimenten in de financiering van de zorg. Een markt van per capita van €800 per jaar, dus dat eigen bijdrage die beter zou moeten zijn. U ziet daar dat dat al aan de hoge kant eigenlijk is. Ik kan me inbeelden dat dat een aantrekkelijke markt is, maar ik wilde u daar juist zeggen, ja, dat is misschien toch maar een klein gedeelte van de totale markt van de gezondheidszorg. Het is passionant, echt dat om mee te citeren. Maar we zijn er misschien nog een kleine voorschot ons te focussen en de conferentie te willen organiseren of aan te gaan van de publiek. Ik ken dat effect, ja, dat is de markt uitbreiden. En we kunnen die markt uitbreiden, dat is door een voordeel van de verplichte verzekering eigenlijk te gaan nemen. Het is er dus een reëel punt dat er daar extra verzekering nodig is, maar het is geen overdreven. Tweede punt, dus we zijn niet overdreven, exuberant uitgeschoten in de kostenevolutie in België.